Mensen moeten blij worden van de activiteiten die ze doen. Ook op fysiek vlak heeft het effect. En dan krijg ik de goede hormonen vrij. Ik krijg mijn, mijn dopamine, waar ik een beetje spannend van word. En ik krijg mijn serotonine, waar ik een beetje blij van word. En er komen zelfs nog wat stofjes vrij die het brein nog een beetje sterker maken. Dus dat moet ik nastreven. Dus we zouden wat meer moeten doen met het blij breingevoel. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik man in Lycra, Gerrit Heiko. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over blessures voorkomen door anders leren te bewegen, volgens voetbalbondsarts Edwin Goedhart. Momenteel zijn vooral de voetbalsters met zware knieklachten in het nieuws. Maar volgens bondsarts bij de KNVB Edwin Goedhart is dit nog maar het topje van de ijsberg. Hij verwacht een tsunami aan knieblessures en andere klachten bij de volgende generatie. Hoe komt dit? En wat kunnen we er tegen doen? We staken ons licht op bij de ASM Masters of Movement begin april 2024. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1, druk nu gelijk even op abonneren zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2, weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder en 3, deze de podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Juge, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Daar zitten we weer. Ja. Het is de uh, week after, de week after, mm -hmm. oftewel uh, vorige week. Ruim anderhalf uur nabeschouwing op jouw marathon in Rotterdam. Leuke reacties gehad. Zeker, hele leuke reacties. Ja. ja. Heb je uiteindelijk nog blessures overgehouden aan die marathon? Gelukkig niet, nee. Nee, hè? helemaal heel, beentjes ja. weer oké. Okay. En uh, ben weer een beetje aan het touwtje springen. Dus, uh, oh, kijk ja. aan. Heel goed, heel verstandig. Want daar gaan we het vandaag over hebben. Wij zijn weer eens uh, langs geweest, vier keer per jaar doen we dat... bij de Athletic Skills Model, de ASM. Dat is een uh, benadering over hoe je slim leert te bewegen. Mm -hmm. Daar hebben wij een samenwerking mee. En vier keer per jaar organiseren zij een Masters of Movement bijeenkomst. Uh, daar gaan wij naartoe, daar maken wij verslag van... En uh, dat is uh, dit ook weer. Let op, aan het einde van de aflevering ga je ontdekken hoe ik eindelijk toch een, een nieuwe manier heb gevonden om aan mijn koord oefeningen te werken. Uh, want daar hebben we het vandaag over. Uh, dingen doen die wel goed voor je zijn, maar misschien niet zo uh, heel leuk. <laughs> om te zorgen dat je niet geblesseerd raakt. En uh, de aanleiding van deze bijeenkomst. Ja, waar, waar ging deze bijeenkomst eigenlijk over? Ja, dit, uh, uiteindelijk om uh, blessurepreventie. Ja, dat is breed. Ja, hè? De titel ja. was smaller. Ja. Ging het over het voorkomen van met name knieblessures bij meisjes in het voetbal? Ja. Maar gaandeweg de avond ontdekten we eigenlijk dat het generaliseerbaarder is. Ja, ze willen natuurlijk. Het ASM-model uh, richt zich niet alleen op, op topsporters of sporters, maar eigenlijk eigenlijk op alle mensen eh, en ook op patiënten. Eh, mensen verkoop, met een blessure voorkomen van ja, patiënten of eh, maar ook bij revalidatie. En dat is ook wel weer interessant van hoe leer je mensen bijvoorbeeld na een voorse kruisbandprobleem ja. weer normaal of uh, ja te bewegen zonder dat ze zich continu uh, denken oh jee daar ga ik weer ik moet uitkijken ik moet voorzichtig zijn. En dat vond ik wel interessant. We kregen nou ja, heel kort wel wat huiswerk mee. Dat lees ik altijd graag. En dat ging eigenlijk ook weer. Wat is nou de beste manier om uh, bewegingen te leren? En dat ze beklijven. En, en wat ze daar beschreven is eigenlijk dat die mensen dus na uh, zo'n uh, voorste kruisband. Ja, uh, probleem. Uh, kan een scheur zijn of een scheurtje. Of... Dat ze anders bewegen en dat het juist erop lijkt dat ze heel voorzichtig zijn met dat ene been. Die, die kunnen ze niet meer goed strekken. En als ze die bijvoorbeeld sprongen laten doen, dan zie je dat in het normale, niet aangedane been, dat die, ja, de coördinatie eigenlijk van de spieractivatie verloopt zoals dat moet zijn. Als eerst de bovenbenen worden aangespannen, dan de onderbenen. En dat dat juist in het aangedane been, dat ze dan al die spieren tegelijk aanspannen. Nou, en dat, ja, dat maakt iets van, ja, dan moet je ze eigenlijk opnieuw leren te bewegen. En dan komt ASM om de hoek. Ja, en dan zijn er manieren te verzinnen uh, die, die, die werken. En dat is juist door, nou ja, een paar dingen dan uh, eigenlijk niet expliciet instructies geven van zo moet je lopen, zo moet je bewegen. Maar dat impliciet doen door bijvoorbeeld een video aan te, uh, te laten zien, mensen af te leiden, externe focus. En uh, ja, daar worden gelukkig wel uh, goede resultaten of betere resultaten mee gehaald. dan, uh, ja, dan nog vaak gedaan werd bij, uh, in een normaal revalidatieprogramma. Ja, en ook als je geen blessure hebt, blijf vooral luisteren. Want we gaan ook leren over hoe je blessures kan voorkomen. Mm -hmm. We gaan drie mensen aan het woord horen in deze aflevering. Allereerst Gregory Sedok, de aanvoerder van dit soort bijeenkomsten. Bij de Masters of Movement is hij er altijd bij. Hij is zelf ook ASM geschoold. En hij is natuurlijk jouw televisievriend in Sportlabs de En hij had veel blessures verteld in zijn hebt. actieve ja. sportcarrière. Dus hij heeft ook veel geleerd. Ja, ja. Daarnaast horen we van René Wormhout. Hij is een van de twee oprichters en bedenkers van het ASM-model. Samen met Geert Savelsberg. En hij is zelf ook kracht- en conditietrainer. Bij het Nederlands Elftal, bij de KVB. En daar werkt hij dan nauw samen met de bondsarts. Um, dan moet ik het even goed zeggen. Edwin Goedhart is dat. En Edwin is ook heel nauw betrokken bij ASM. in het grote voetbal-sportmedisch uh, centrum. Ja. Nee. Voetbalmedisch centrum, zei hij. op het KVB-terrein. Ik ben daar wel eens geweest. Ik wou zeggen, ik ken clubgenoten die, uh, ja. van de UATT. die daar ook uh, zijn en bezig. Ja, die hij het ook beschreef. Ja, in samenwerking met de ASM. hebben ze dat eigenlijk uh, neergelegd. En het is, komt inderdaad. Ja, heel. Yeah. Cool. Uitnodigend over om meteen te gaan. Je komt in een sportomgeving en niet zozeer in een omgeving waar je denkt: oh jee, in een medische omgeving. Ja. Dus uh, ja, toen hij het vertelde, dacht ik: ja, dit, dit herken ik wel. Dat heb ze mooi gedaan, zeker. Exact. Ja. Nou, ik heb deze drie heren die avond voor de microfoon getrokken, een aantal vragen gesteld. Laten wij samen door die fragmenten heen lopen en uh, op basis daarvan uh, de lessen nog een keer oogsten. De eerste die ik aansprak was de aanvoerder Gregory Sudok En ik vind het altijd interessant om van hem te horen. Goh, Gregory. Wat is nou het belangrijkste wat jij vanavond mee naar huis neemt? Wat blijft hangen dat je heel veel blessures kunt voorkomen door een fun factor uh, daaraan toe te voegen toe te voegen dus zorgen voor dat het leuk is een tweede take-out wat belangrijk is is toch wel de differentiatie tussen man vrouw hè? rekening houden tussen de belasting bij vrouwen en de belasting bij, uh, bij mannen en in dit geval bij jongens en uh, misschien de derde uh, take-out die ik uh, wil meenemen of is die ik ga meenemen naar deze avond uh, is is um, dat door veelzijdig te bewegen, kun je wel 45% van, de, van je voorste uh, kruisband kun je voorkomen, en, en dat vond ik wel een van de een, blessures. Van de, de blessures. Hè? Ja, om een blessure uh, te voorkomen. Dus fun, hè? dus maak het leuk. Uh, zorg ook voor de juiste belasting en differentiatie tussen man en vrouw. Maar ook door veelzijdig te bewegen kun je dus heel veel blessures uh, voorkomen. Dus dat, dat zijn de drie belangrijkste dingen die ik meeneem. Ja, fun en veel potentie. Nou, wat ik al zei over die fun, daar gaan we het nog hebben. Ook uit uh, hoe ik als Memmel. nou toch uh, mijn buikspieroefeningen. Uh, leuker kan maken. Is heb wel ik een aan dingetje de voor gevraagd? Ja, ja, zeker. <laughs> zeker is dat een dingetje. Uh, en veelzijdig bewegen. Nou, dan komen we natuurlijk meteen uit bij René. Um, René, die ik uh, deze avond heb gevraagd: van ja, oké. Okay, ASM, Massive Movement. waarom hebben we het vanavond over het voorkomen van blessures? Al dan niet bij meisjes. Kijk, de coördinatie uh, is een vrij simpel woord, maar het behelst wel uh, verschillende lagen van een soort van spekhoek. En die lagen die ontwikkelden wij van nature door buiten te spelen. Daar, daar kwam je automatisch al terecht in: slingeren, zwaaien, uh, klimmen, uh, springen, landen, rollen, duiken, draaien, stoeien, vechten, al dat soort elementen die kwamen als het ware van natuur op je pad. Uh, en we zien en we weten ook uh, dat het gewoon steeds lastiger en moeilijker wordt. En vrij recent zien we weer dat er minder buiten gespeeld wordt. Het is een proces dat uh, ongoing is, om het zo te zeggen, en op dit moment niet gestopt wordt. Dat betekent dat we. Uh, sinds 2012 een pandemie hebben. En dat noemen we bewegingsarmoede uh, of beweegarmoede. Nou, die pandemie willen we stoppen. Maar wat is dan beweegarmoede? En in mijn ogen, en vanuit het ASM is beweegarmoede uh, het feit dat je uh, te weinig beweegt, maar ook dat je eenzijdig beweegt. En met name dat laatste. Dat zou ik ook heel graag aandacht willen geven. Want eenzijdigheid levert niet de kwaliteit van coördinatie op die je nodig hebt om uiteindelijk. Blessure preventief te kunnen uh, bewegen. Uh, en vanuit die invalshoek zeg ik: veelzijdiger bewegen gekoppeld aan alle grondvormen. Ik, ik noemde het uh, in de uh, in de presentatie de vergeten grondvormen, hè, net als de vergeten groentes van vroeger. De vergeten grondvormen, met name voor, voor kinderen en, en misschien wel met name voor meisjes, zijn stoeievechten, zijn klimmen, klauteren, zijn rollen, duikelen, draaien, op de vele manieren uh, kunnen balanceren. Het, het schaatsen, het zwemmen, het surfen, het skateboarden, dat soort vormen van balanceren. Ja, al die verschillende vergeten grondvormen, die helpen jou om een betere algemene coördinatie te krijgen. Waardoor jij dus uiteindelijk uh, als één van de puzzelstukjes... Hè, want het zijn natuurlijk meer puzzelstukjes... minder kans hebt op blessures. En dat is blessurepreventie. Ja, de vergeten vormen <laughs> van ja. bewegen, Jurgen. Ja. Um, en toch, dat coördinatie is het centrale concept in dat ASM-model... als soort van... Kwaliteitsbepalen. Als je, als je heel goed je lichaam onder controle hebt, dan kun je uiteindelijk ook heel goed worden in allerlei sporten en bewegingen. Ja, het gaat om die onverwachte dingen. Hè? Ja, of je wordt ja. even afgeleid, of je krijgt een duwtje waar je het niet verwacht. Hoe vang je dat op, zeg maar? Ja. En uh, ja, daar zit wel iets in. Dan met dat een, als jij continu dezelfde beweging uitvoert, ja dan. Leert het lichaam gewoon niet van hé, hey, je kan ook eens een andere prikkel krijgen, of op een andere manier, uh, ja, geduwd of getrokken of worden? En daar moet je natuurlijk wel, uh, ja, dan moet je trainen of oefenen. En, en dan, dan gingen uh, zowel Edwin als René brachten de zorg naar voren: het gebrek ja. aan buitenspeeltuinen, het belachelijk veilig maken van speeltuinen, het feit dat je nooit meer ergens kan vallen. Ik geloof dat René het was die op een gegeven moment het beeld naar voren bracht. Ik denk dat we dadelijk mm -hmm. op een punt komen dat als iemand je een duwtje geeft, dat ja. mensen gewoon omvallen. Ja, precies. Omdat ze niet meer weten, ja. omdat, omdat ze nooit meer stuwen, stoeien, ja. je mag niet meer ja. aan elkaar zitten. Ja. Een grote zorg. Een hele grote zorg, ja. De media pikken dit ook op. Laatst in de NRC stond er ook een heel stu groot stuk over. Uh, alleen wat doen we eraan? Dat is mijn ja. vraag. Maar het is inderdaad, nou ja, mijn kinderen zijn al uh, best wel op leeftijd. Dus daar kan ik niks meer aan doen. Maar ik heb het bij hun ook wel gezien. Als ik ja, terugdenk aan mijn eigen jeugd. Ja, ik was inderdaad wel veel meer bezig. En aan het uh, zoeken naar manieren om. Ja, uh, ja, sporten vond ik ook leuk of bewegen. Ja. Dus als ik terugdenk, denk ik. Ja, wat hij beschrijft. Ja, de meeste dingen deed ik ook wel. Natuurlijk, ik heb op Judo gezeten. Dat heb ik in de vorige aflevering al verteld. Ja. Uh, tennis veel, maar ook voetballen alleen maar voetballen op het schoolpleintje. Ik, uh, volgens mij heb ik een keer een, een, een skateboard. Dan nou ben je natuurlijk ook een jongen. Hij, ja. hij refereert hier ook aan en dan gaan we zo eens induiken. Uh, de vergeten grondvormen van bewegen voor meisjes. Ja, nee en dat Het klopt. is voor meisjes natuurlijk niet heel gebruik om heel hard te stoeien, te ja. klimmen, te klauteren. En ik kom echt uit een jongensgezin, dus bij ons als ook komt nu een. Maar soort... je hebt nu twee dochters. Ja, hebben dat die klopt. een beetje gestoeid? Nou, gestoeid... Doe even denken. Geklimmer, ja, ze hebben de oud heeft de oudste heeft wel even op judo gezeten. Dus, uh, maar het was allemaal een jaartje zo uh, op voetbal. Dus in die zin, uh, ja, uh, de jongste heeft wel heel veel verschillende dingen gedaan, maar niet uh, ja, zo tot, tot 14 jaar hockey, tennis, uh, paardrijden. wel verschillende dingen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Ja. En ja, en nu is het voornamelijk dat ze dan toch uh, wat ze doen is. Of een stukje hardlopen, nou vind ik altijd wel goed. Of sportschool. Ja. Maar dat past er niet helemaal nog in het heel veelzijdig bewegen. Dus uh, ja, ligt ja. natuurlijk heel erg aan wat je in die sportschool gaat ja. doen. Hè? Dat is in die context ook mo mogelijk, maar misschien moeilijk. Ja. Um, laten we maar eens naar de hoofdpersoon van de avond gaan. Uh, de bondarts van de KMW, uh, KNVB, de, de voetbalbond. Edwin Goedhart. Hield daar een ontzettend mooie, bevlogen presentatie. met Zeker. als titel. Ja. De oorzaken van meer uh, knieblessures bij meisjes of vrouwen in het voetbal. Vervolgens ging hij daar allerlei mogelijke oorzaken aanstippen. Oorzaak 1: is het wel zo? Is dit niet ja. gewoon een media hype? Hè? Er is nu ja. heel veel aandacht voor in de media, maar is het feitelijk wel zo? Dat hij zo lang gepresenteerd had en zo vaak had gezegd: is het een oorzaak? Het is het niet. dat ik eigenlijk niet meer weet. Wat is het nou? Is het nou een ding en is het eigenlijk ja, een oorzaak? Dus dat, dat was mijn eerste dus vraag. Veel nuance, ja. Ja. Nou, het, 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 het goede van uh, is dat we het zoveel er. Ook niet over bekend is dat we keihard kunnen zeggen. Nou ja, die meiden dat kun je me beter mee stoppen. Want dat is zo ongelooflijk slecht dat ze dat doen. Nee, natuurlijk uh, zijn er wel een aantal oorzaken aan te wijzen. Maar of ze nou heel beslissend zijn in het uiteindelijke toename van uh, die blessures, dat is noem maar de vraag. Dat was eigenlijk de strekking. En een van de dingen die we wel weten is dat als je uh, goed gaat trainen op wat meer coördinatie, op uh, een, een, een techniek, um, maar ook wel wat kracht en lenigheid. Als je het gewoon combineert, hè, dus je wordt gewoon een betere sport. Dat dat wel beschermt tegen het oplopen van die blessure. Nou, dan draai ik het om. Dus blijkbaar is het zo dat dat de grootste factor is die je kunt beïnvloeden. Dus daar moet je dan ook aan gaan werken. Dus eigenlijk zorgen dat je iets fitter wordt. Ja, dus heel veel oorzaken misschien. Hij heeft het ergens nog gehad over waar wij het op weg naar de bijeenkomst hadden. We hebben natuurlijk aflevering 136 mm -hmm. met Merel Wielink over de invloed van de menstruatiecyclus. Ja. Die refereerde toen ook kort aan dat er mogelijk... Ik heb het teruggeluisterd, zij zegt het niet heel expliciet. Nee. Mogelijk aanwijzingen zijn dat er een relatie is tussen. Terwijl Edwin eigenlijk dat onderzoek al meteen weer van tafel veegde. Zei, ja, dat is zo klein. Ja, en, hij, en hij, wat hij aangeeft, je kunt er eigenlijk niks mee. Nee. Want het is gewoon een gegeven. Dan gaan mensen praten inderdaad over anatomische verschillen. Oké, okay, uh, een breder bekken, of ja, waardoor de hoek van het bovenbeenbot ja. op de knie net wat anders zou zijn. Uh, het andere is dat de banden iets kleiner zijn en misschien wat weker. Nou, dat had Merel het ook over en dat dat afhankelijk is een beetje van de, uh, ja, uh, de verhouding de oestrogeen, östro progesteron tijdens de, de ja. cyclus. Um, ja, minder spiermassa. Uh, maar wat Edwin terecht zegt is van ja, dat zijn gewoon gegevens. Dat, daar verander je niks aan. Nee. En wat hij wel duidelijk maakt is: van kijk, wat is gewoon ook een belangrijk risicofactor, is gewoon de, de groeifase. En die vindt gewoon uh, bij uh, meiden eerder plaats dan bij jongens, waardoor je ook juist in die leeftijd nou ja, 13 tot 16 bij de meiden veel uh, van die nou ja, met name knieblessures ziet. Bij ja. de jongens 17, 18 uh, wat, wat meer, maar puur op getallen, zegt hij ja, wetenschappelijk gezien. Zie ik Hebben nog geen, geen grote een verschillen. Een eenduidige oorzaak. Er nee. waren ja. allerlei verschillende factoren, maar niet verklaard... Behalve wat we net horen doen. Als ze veelzijdig bewegen, als ze lenig zijn, als ze krachtig zijn, ja. dan hebben ze minder blessures. Ja. En wat ik interessant vond, juist ook bij die, bij die pubers of adolescenten, dan heb je dus een soort perfecte storm. Want dat lichaam groeit sneller dan je gewend bent. Kortom, je coördinatie, waar we René over horen, gaat achteruit, want ja. je, je lichaam is veranderd. Ja. En vaak worden mensen daar geselecteerd voor een regioprogramma of voor een talentenprogramma. Gaan ze dus ook nog intensiever sporten. Ja, dat is ja, een soort, soort risico's bij elkaar. Ja. Wat we ook leerden is dat die uh, blessures bij voetballers vooral optreden in de plotselinge acties. Mm -hmm. in, de, in de draaien, keren, spel, uh, hard sprinten. Ja. En wat ik boeiend vond, leerden we onder andere bij uh, nou, een aantal van de embedded scientists die we spreken op weg naar Parijs. Dat er wel inzichten komen in, god, trainen we wel in de juiste zones? Bijvoorbeeld ja. zo'n voetbaltraining. Ja. Trainen die wel genoeg op die harde intensiteit van dat spel? Ik denk nou, dat vraag ik even aan de bondsarts. Nou, ik denk steeds meer. Ja, dat kun je ook wel zien uh, als je nu nog kijkt naar de WK-finale in 1974, dan denk je echt ja, wordt er nog een beetje druk gezet. Hoe zit het, weet je? Ja? Um, dat zie je ook in de laatste zeg maar ja jaren. Uh, um, er wordt veel sneller druk gezet. Dus nog meer explosieve acties. Snel druk zetten betekent: hup, sprinten er naartoe. Dus uh, optrekken en weer afremmen. Nou, dat zie je enorm toegenomen. In tien jaar uh, Premier League hè, is het aantal explosieve acties met 35% toegenomen. Dat betekent dat het wordt steeds zwaarder wordt. Nou, dat kan alleen maar als je ook steeds meer traint. En je ziet ook steeds meer fitte spelers. Uh, er is bijna geen één speler meer die zijn shirtje niet meer durft uit te trekken als hij gescoord heeft. Dat was in de jaren nul wel anders. Dan kon je nog een beetje uh, als niet-atleet, zeg maar, uh, excelleren op het veld. Dat is nu bijna kansloos. Je moet wel ook een goede uh, fitte speler zijn. Wil je goed mee kunnen doen in het spel van nu. Kortom, ook bij de voetballers is inmiddels uh, algemene fysieke fitheid gemeen. Zeker, ja, zegt de bontwarts. En de sport is gewoon veranderd. Ja. En uh, ja, dat, dat geeft uh, aanpassingen. Ja, dat zie je natuurlijk bij de voetbal is ook enorm groeiende. Ja, er is natuurlijk de vraag: van ja, er is gewoon misschien te weinig kennis van hoe je dan precies de, de, de trainingsopbouw moet doen. Uh, rekening houdend met die groeispeurt. Ja, dat zijn dingen om, om nog uit te zoeken. Maar ja, blessures horen daar op de een of andere manier, ja, helaas bij. En maar, maar ik was ook een beetje dat, dat wat Edwin aangeeft: die getallen puur over hoe vaak komt het nou voor zo'n voorste kruisband. Probleem. En uh, nou ja, ik heb het nog even genoteerd. Ja, het gaat dan. Indicatie van 0,12 tot 0,17 uh, voor blessures per duizend uren sport. En dan zei hij voor één. Uh, voor het betekent dat 20, 30 jaar elke week één keer sporten. Ja, als je dan denk je, nou het valt wel mee, maar ja, omdat zij zo vaak sporten, zo vaak trainen. Ja, dan kan het dus ja, uh, voor je gevoel best wel regelmatig wel voorkomen. Ja, en, en hij brengt er dan de verhoogde media-aandacht bij. Ja. En dan lezen we het allemaal in de krant, want het ja. zijn onze oranje leeuwinnen en, die precies. we er dan uit zien vallen. En, ja, Miedema natuurlijk, en dan die weer, en dan weer een andere. Ja, en nou ja, logisch. Maar, maar zelf gaf hij ook wel aan, ja, nou, daar heeft hij ook wel wat van geleerd van de media, om door woorden als tsunami... Van blessures die we gaan krijgen. Daar gaan we het straks over hebben. Dus hij, uh, hij weet ook wel een beetje ja, hoe hij uh, de media wat, wat, wat dat betreft kan, nou, ja, hoe, hoe die ons bespelen, maar ook de manier waarop hij zeg maar de urgentie kan aangeven van ja, dit is nu gaande. En prima dat er aandacht voor is, maar maak dit niet te groot. Die huidige blessures bij die voetbalsters. Kijk liever uh, over uh, tien jaar voor, uh, vooruit uh, of uh, ja, wat er wat aankomt. Want dat wordt alleen maar erger als we daar niks aan doen. En dat is ja, natuurlijk wel een ja. punt. Ja. Je zegt het voetbal verandert. Een van de dingen die ook veranderd is uh, de laatste jaren... is uh, nieuwe ondergronden, hmm. kunstgras. Ja. Dat was een, uh, een vraag waar jij de hele avond mee rondliep. Zeker. Hè? Ja. Vraag, vraag ze dit, vraag ze dit. Ja, maar, en dat zit hem natuurlijk. De was, ja, ik heb daar destijds ook wel wat artikel over geschreven. Eerst was het kunstgras. Uh, ja, daar ging het natuurlijk. Uh, eerst over blessures werden altijd bijgehaald. Nou, die studies die toen gedaan werden, zagen eigenlijk weinig verschil. Daarna kwamen die korrels die kankerverwekkend zouden zijn, et cetera. Ja, en in de tussentijd uh, zie ik toch. Ja, het kunstgras is. In ieder geval in Nederland met, uh, met, het, met het klimaat toch wel een stuk ja, handiger geworden in het gebruik, waardoor er, er gewoon veel meer doorgetraind kan worden. Ja, maar ja, kunstgras is glad, ja. vlak, altijd hetzelfde. Zeker. Dus vanuit een ASM-visie waarin je ja. het belang van afwisseling belangrijk vindt, vroeg ik eens aan René Wormhout, zeg... Is het eigenlijk niet beter dat we op veel meer verschillende ondergronden gaan voetballen? En hij zei natuurlijk ook nog hij gaf aan van je ziet wel eens bij als het uh, flink heeft geregend of dan zie je die voetballers weer uitglijden, denk ze hebben ze verkeerde schoenen aan, soms zelfs van schoenen wisselen. Hoe kan dit toch? Dit zijn uh, super fitte uh, lui en dan glijden ze toch weg. Uh, ja, ik, ik, maar ik denk dat de afwisseling interessant is. Dus dat je uh, niet alleen kan kiezen tussen een knollenveld en kunstgras. maar dat je ook een goed veld hebt, maar ook een uh, zandveld. Uh, maar mogelijk ook op uh, stoeptegels, trottoir. Nooit voor één ding. Want als je meerdere dingen doet ontwikkel je beter je aanpassingsvermogen. En je aanpassingsvermogen is sterk gerelateerd aan al die cognitieve vormen, zoals ruimtelijke oriëntatie en het aanpassen. Of zoals ritmisch vermogen en het aanpassen. En als je die dingen impliciet, dus zonder dat je het doorhebt, in spelen kan ontwikkelen, ja, dan ga je als vanzelf, als je meer gaat specialiseren, beter worden in voetbal. Omdat jij andere oplossingen vindt en misschien wel interessant, doordat je minder geblesseerd raakt, ook meer trainingsuren maakt. Ik vind in dit voorbeeld zit volgens mij de kern van mm -hmm. dat ASM-model. Ja. Door voortdurend, en in dit geval in het voorbeeld van ondergronden, maar dat geldt eigenlijk voor alle sporten. voortdurend je sport of je spel in allerlei verschillende contexten te moeten doen. Hoe ja. moet je het eigenlijk beter in de specifieke sport of wedstrijd omgaat. Precies, en dat was ook het punt wat hij naar voren bracht. van Iedereen kent een beetje die trainingsprincipes hè? Van, van overload, maar ook specificiteit. En daar hebben wij. Dat, dat betekent eigenlijk in lege ja. taal heel erg veel. Je eigen sport doen. Ja, want daar je word je dan als je beter wil worden. Beter moet je en hij heeft daar een beetje. Af en toe denkt hij. Ja, maar zijn we niet te veel. Ja, is dat wel zo? En moeten we dat specific, specificiteit niet te nauw nemen. Juist door, nou ja, op deze manier verschillende ondergronden. Uh, net even andere trainingsvormen. Waardoor het niet totaal anders is dan de sport die je uiteindelijk beoefent. Maar waar je wel in situaties gedwongen wordt die je ja, mogelijk gaat tegenkomen. Ja, dit is uh, in die zin voor trouwe luisteraars een soort echo die we natuurlijk op dit soort ASM bijeenkomsten horen. En wat er altijd wordt tegengeworpen, hè, René gaf ook aan, eigenlijk mensen de, die kinderen leren tegenwoordig zo slecht bewegen al, ook in het basisonderwijs. Als ze bij de voetbal of de hockey of de rugbyclub ja. komen, moeten ze eerst maar eens dus gewoon drie, vier weken een algemeen beweegprogramma. Ja. Nou, kom er maar eens om bij die ouders. Want ja. die zeggen: nee, 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 mijn kind moet tennissen, mijn kind moet hockey. Ja. Op een of andere manier zijn er oersterke conservatieve overtuigingen bij ouders, vooral. En ik herhaal dit nog maar een keer, want ik hoop, denk, dat er allerlei ouders luisteren. Ja. Het klinkt contra-intuïtief, maar als jij van jouw kind een goede hockeyer, zwemmer, voetballer. Ruiter wil maken, moet je hem juist hem of haar veel verschillende dingen laten doen. En niet alleen maar die sport. Luister naar nou toch. <laughs> ja, toch? Ja, ik kijk nog steeds uit naar die omnisportclub, waar kinderen gewoon lid worden of naartoe ja. kunnen. Ja. En dan de ene keer in de week gaan ze voetballen. En de volgende keer in de week gaan ze een beetje hokje. En de derde keer gaan ze atletieken. Ja. En dat toch, ja, iedereen denkt van: hé, hey, het worden goede bewegers. En ik zie dat ze ook beter gaan hockey of voetballen of noem maar op. Precies. Maar ja, dat zit er nu niet in. De voorbeelden zijn legio, de wetenschap is legio. Maar de overtuiging in ons hoofd is helaas beperkt. Hé, hey, we gaan even terug naar de verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen. Daar zijn, je noemde al een aantal verschillen: fysiologisch, fysiek, hormonaal. Mm -hmm. Een van de aspecten die ook verschillend lijkt te zijn, is het brein. En hier werd onze bondsarts Edwin heel genuanceerd en voorzichtig. Want hij zei: Ja, hier kun je natuurlijk voor gecanceld worden. Maar in alle nuances zien we toch wel in de wetenschap dat er een typisch. Mannelijk brein en een typisch vrouwelijk gevormd brein is. En dan moet je dan meteen bij zeggen: er zijn mannen met een typisch vrouwelijk brein, er zijn vrouwen ja. met een typisch mannelijk brein en alles maken ertussen. Het is een spectrum, maar toch kun je daar wel bepaalde archetypen in zien. En dan zie je dus dat die breinen fysiek en ook hoe ze werken van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld door uh, bloedvolume, maar bijvoorbeeld ook hoe ze reageren op een afleiding. Ja die anekdote nog eens Ja, stellen. nee. Dus even hij, ja, ik, ik wist dit niet. Of tenminste, heel interessant. Hij zei, uh, hij, hij kwam er mee. Goed, ze hebben dezelfde intelligentie, maar het feit is gewoon dat het vrouwenbrein iets kleiner is, ook als je corrigeert voor lichaamsgewicht. Ja. Maar dat betekent dat eigenlijk de doorbloeding relatief weer beter moet zijn en ja, dat ze net even misschien wat meer energie nodig hebben. Voor alle taken die ze moeten doen. In het brein. En, ja, ja. en dat er dus wel. En hij zei ja, er zijn ook weer, weer meer dwarsverbanden gevonden. Ja, dus daarom zegt hij ook. Hè, wat ik ook een mooi tegeltje vind. Wat ik hierbij wil zeggen. Heb ik hem beloofd. Hij begon dit te zeggen met: iedereen is gelijkwaardig. Ja. Maar niet iedereen is gelijk. Ja. En dat zegt iets over deze tijd. Dat je heel genuanceerd moet praten. En waarom het, het brein dan zo belangrijk is. in zijn visie over blessures. en relatie is natuurlijk. Hij heeft het over neuro. Cognitieve capaciteit of reserve. En dat betekent eigenlijk van ja, alles wat jij doet. Oké, okay, dat kost uh, energie, uh, breinenergie met name. Uh, dat kan te maken hebben met je bezigheden op je werk, uh, andere activiteiten, sportactiviteiten. En, als dat, en je begint met een, een, een volle capaciteit, uh, begin van de dag, maar die raakt langzaam leeg. En. Ja, daar moet je voor zorgen dat je genoeg reserve hebt. En, en het voorbeeld wat hij dan aanhaalt, is natuurlijk, en een onderdeel van is eigenlijk de aansturing, van de spiercoördinatie. De ja, neug... maar dat gebeurt ook deels ja, door je brein en je zenuwen. De celule. neuromotorische reservecapaciteit. Ja. Is inderdaad het leuke dat hij zei van: Nou, als jij, uh, was het, mannen laat uh, springen. Ja, de of of was... we laten, doen, we laten ja. mannen en vrouwen laten we opspringen. Ja. En terwijl ze in de lucht zijn. Maken we een verbale afleiding? Ja. Hè? Dus we waarschuwen Precies. van geluiden of we laten ze schrikken achter ze. Ja, nou, die vrouwen kijken meteen om. Ja. En landen daardoor anders, uh, minder goed, misschien gevaarlijker of uh, kwetsbaarder. En die mannen, die maken eerst die taak af en kijken dan pas achterom. Dus de taakgerichtheid, gaf hij aan, is, is gewoon verschillend dan. Van het fysieke, hè? Ja, ja. En, en dat, dat maakt van, ja, want jij had het al, wanneer was ze kunnen best wel hebben ze in kaart gebracht waar die blessures ontstaan en dat zijn vaak helemaal niet tijdens contact uh, uh, met, met andere speelsters of zo met tegenstanders maar inderdaad die onverwachte bewegingen samen met, met landen vaak en, ja. en dit geeft dus hij zegt van ja die, terwijl die mannen dus op de een of andere manier en dat, ja dat is helemaal niet bewust eigenlijk gewoon onbewust iets hebben ik ben nu aan het landen of ik ben ja met deze taak bezig First thing first. En dan komt de andere. Gegaan, die, uh, ja die dames, die, die kunnen. Ja, dat, dat wordt natuurlijk altijd wel een beetje uh, gezegd. Ja, die kunnen me meerdere ballen tegelijk in de lucht houden natuurlijk. Of die. Uh, ja, ja. Ja, wat, multitasken. wat ik er mooi aan vond, is dat uh, Hebben we het eerder ook over gehad in een, in een boek wat ik uh, aan het lezen ben dit voorjaar. Hij, hij koppelt. Uh, psychobiologisch en hij voegt er nog sociaal eraan ja, toe. Ja. Dus er is niet alleen fysiek. En nee, daardoor precies. heb je een blessure. Ja. Er is ook nog het brein. En hij zegt, er is ook nog sociale context. Ja. En al die dingen hebben invloed over hoe jij beweegt, hoe jij sport en ook of hoe jij geblesseerd raakt. Een andere mooie anekdote die hij vertelde was de twee voetballers in de volle sprint. Eigenlijk harder dan zo, in ieder geval vol gas. Uh -huh. En op het moment dat de ene speler even wegkijkt of zich af laat leiden, schiet het in geloof ik zijn hemstring. Ja, ja, ja. En dat ziet hij ook als een aanwijzing. Kijk, dat brein, dat is even niet meer alleen maar gericht op die fysieke handeling, maar denkt ja. ergens anders na. En op dat moment gaat de cognitief of in ieder geval ja. fysiek iets mis. Ja. Nou, dat heeft hij uitgelegd. Wij proberen dat nu een beetje te vangen. Um, de interessante vraag is natuurlijk, oké, okay, als je die verschillen in uh, neurocognitieve aansturing... Waarneemt of zelfs dus wetenschappelijk kan aantonen, hoe gebruik je die vervolgens als je mannen en vrouwen en sporters gaat trainen? Ja, dit is natuurlijk best um, ingewikkeld, hè? Want als je het zou doen, dan zeg ik al, dan moet je dus blootstellen. Hè? Je moet mensen in de situatie brengen waarin ze dus gevaar lopen. Dat betekent dus gaat trainen in een omgeving waar heel veel afleiding is. Want dan raak je eraan gewend blootstelling. Ja, met wel wat risico's natuurlijk, want ja, hoe gaat het nou goed? En je ook uitleggen dat dat misschien wel zo speelt. Zodat mensen die dat bewust zijn, er ook makkelijker mee om kunnen gaan. En denken, oh ja, verdorie, ik moet wel eventjes goed mijn focus houden. Want dat is dan wel weer belangrijk. Dat is één. En dat, dat zou denk ik sowieso goed zijn voor iedereen hoor. Want dan betekent het gewoon dat je veel meer kan focussen. Uh, maar misschien is het ook zo, hè, want dat heb ik ook gezegd, dat um, het zou heel goed kunnen zijn dat um, vrouwen die al aan de top zitten, misschien al een selectie zijn dat dat misschien wel die vrouwenbreinen zijn... die al wat uh, uh, meer mannenbrein zijn... als het om dit soort uh, kwaliteiten gaat. Nou, en dan heb je er ook minder problemen mee. Ja, dat zien we ook natuurlijk vaak... als wij het over bepaalde wetenschappelijke uitkomsten hebben... dat we ons afvragen... Hey, kijken we al naar eigenlijk een soort stiekeme selectie... Ja. zonder dat we het doorhebben... Mm -hmm. Zijn opmerking over je moet jezelf blootstellen aan afleiding doet me heel erg denken aan de aflevering over stress. Die we aan het eind van het jaar hadden, waarin ze inderdaad ook mensen lieten darten op 10 meter hoogte. Ja. Dat je daar ook dat brein alweer... Uh, Met de rule audience. Ja, inderdaad. precies. Dus ja. dat ja. zit er toch ja. de hele tijd in. En dan breng ik het even naar onze wereld als triatleten Die op de tijdritfiets heel veel uren alleen trainen. Of in de schuur trainen mm -hmm. en dan opeens in een wedstrijdsituatie ja. terechtkomen met ja. atleten om je heen, met wisselzones, met ja, ongeluk ligt in een klein hoekje. Ja, klopt, dan moet je ineens opletten en, en uitkijken. En dan vergt veel meer natuurlijk van je focus, concentratie van je brein. Uh, ik vond, jouw had wel de prikkelende vraag van, hey, is het dus eigenlijk wel goed of moeten we juist uh, niet te voorzichtig zijn met geen mobieltjes meer op de fiets? Is dat juist goed voor de, voor de jeugd? Ja, eigenlijk past dat er een beetje wel in van, uh, zonder te overdrijven, van ja, je moet gewoon, ja, uh, de wereld om ons heen uh, is, is behoorlijk dynamisch. En uh, dat jouw uh, lichaam daar goed op reageert. Ja, daar is blootstelling nodig. Alleen ja, daar zit een bepaalde balans natuurlijk in. Niet te ver doorschieten. Want ja, dan kan het averechts werken of blessures geven. Maar als je het niet opzoekt, ja, dan krijg je het ook niet, natuurlijk. Nee, dat klopt. René en ook Edwin hadden het voortdurend over dubbel taken. Hè? Ja. Laat, je, laat je brein maar. Hè? En dan denk ik, nou, als je zit te appen op de fiets, dan moet je dus en ja. fietsen en balans houden met je fiets. En je blik de hele tijd van je telefoontje naar de weg ja. uh, schakelen. Want um, Edwin had even daarvoor ook een heel betoog gehouden over. We, we maken de wereld om ons heen te veilig. Mm -hmm. Hij begon vanuit de speeltuinen, ja. maar ook de, de helmen op de fiets en weet ik het allemaal. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat op het moment dat wij ons wel in een risicovolle situatie gaan bevinden, dat kan nou eenmaal, zo is het leven, ja. dat we dus niet meer weten hoe we dan moeten handelen. Ja, klopt. Vond ik wel een prikkelende gedachte. Ja, nee, zeker. En ik bedoel, je je praat over dubbeltaken. Hoe moeilijk dat is, daar kwam ik natuurlijk bij, bij het, het, het slotstuk achter waar we het praktisch gedaan hebben. Ja, hadden. vertel eens even, want zo'n bijeenkomst heeft ook altijd een, ja. een praktische workshop. Wat ik gingen denk, jullie nou, doen? Ik ben benieuwd, misschien gaan we voetballen, leuk, maar niks. Hè. Het was touwtjespringen dit keer. Ja, ik bedoel, daar kwam ik wel achter. Wat voor ik, soort opdrachten kreeg je daar? Ja, het begint natuurlijk best wel simpel. Van uh, alleen uh, op een gegeven moment. Of tenminste, ik, ik kan in één touwtjes springen. Maar dit ging met verschillende ritmes. En dit ging natuurlijk ook met je benen. Ene been voor, één been achter. En dan. Of juist uh, zijwaarts bewegen. Uh, ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik kwam er wel achter dat dit. Uh, op een gegeven moment samen ook, toch? Ja, ja, precies. Met z'n tweeën, inderdaad. Met z'n tweeën in hetzelfde touw. Ja, ja. en dan. Uh, ja, dus dit was wel heel speels en dat is natuurlijk het. Was het leuk? Het was ontzettend leuk en dat is denk ik wel een belangrijk uh, ding. Van ik denk, ja, dit is eigenlijk toch de, de manier om ja, uh, uh, spelenderwijs uh, heel breed eigenlijk uh, motorisch te leren bewegen. Ja. En zonder dat, ja, is het sport, dat maakt me helemaal niet uit. Je bent bezig, je beweegt, ja. je, het is inspannend. Je, de tong hing uit mijn mond van dat ik denk, hoe doe ik dit nou precies? Ik kijk naar anderen ook van hoe doen die dat precies? Ja, het is dus, uh, dus zeer het, inspirerend. Dus uh, het beleid op de scholen is nu al voor de telefoontjes thuis of in de kluis. Ik neem dat ook waar bij Sofie. De telefoon gaat regelmatig niet eens meer mee. Het ja, ja. enige wat we dus nu mensen op scholen moeten oproepen, gooi die uh, springtouwen dan maar weer op het schoolplein. Ja, en uh, laat ja. ze maar weer houden. Ja. Ik weet niet of dat middelbare school was. was misschien wel lage school. Nou, onderbouw kan je nog wel met elkaar springtouwen. Dat haakt heel erg begin op um, een andere boodschap die we Gregory ook al hoorden, hoorden vertellen. Um, kijk eens of je preventie of überhaupt dat veelzijdig wegen leuker kan maken. Heb ik ook eens even voorgelegd aan Edwin Goedhart. Uh, want die vertelde ook een verhaal. Er zijn gewoon oefeningen waarvan is aangetoond, Gregory refereerde er ook al aan, mm. dat die blessure preventief werken. Deze is gewoon onomstotelijk. En toch. Doet bijna niemand ze. Hoe kunnen we nou toch zorgen dat we mensen wel aan dat soort oefeningen krijgen. Preventie is lastig omdat alleen maar mensen geïnteresseerd zijn die beleid maken en die medisch zijn, maar de trainer is niet die, die is er niet ge geïnteresseerd en de, en de spelen en de sport eigenlijk ook niet. Het bijzondere is, is dat we hebben een aantal programma's die werken. Ja, die geven een duidelijke beperking, hè? dus een reductie van het aantal blessures. En dan zei je, nee, nou, dat, dat moet dan toch te doen zijn. Hè? Eén voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld die Nordic Curl, hè? dat je wat verover hangt om die Hemstrings goed te trainen. Nou, dat geeft een duidelijke uh, beperking van het aantal blessures. Hè? Die kans erop neemt met uh, meer dan 50% af ongeveer. Maar ja, als je nu vraagt aan, uh, aan topclubs of ze dat doen, of topspelers, nou, dan doet bijna niemand het. En dan vragen we ons ja, hoe kan dat nou? He, ja. maar het is natuurlijk, aan de ene kant is het natuurlijk lastig, want ja, je moet er wat voor doen. Hè? En het is ook nog vervelend, want het doet zeker pijn als je het de eerste keer doet. Dus misschien dat dat een reden is. En dan je, nou, dan laat ik me misschien maar liever uh, masseren. of ik laat het anders doen, hè? Uh, wat, wat wat minder heftig is. Maar ik vind het wel bijzonder dat er toch nog steeds heel veel tijd en geld uh, wordt gestoken in allerlei um, uh, bijzondere zaken. als uh, cryocabines of uh, hyperbare zuurstof. Uh, en met misschien maar een paar promiel, als het er al is. En dingen die echt voor het oprapen liggen, niet gebeuren. Maar goed, dan moeten wij onszelf ook afvragen: hoe kan dat nou? En misschien moet het dan wel leuker maken, of spannender maken, of uitdagender maken. Of misschien iets fancier. Weet je wel dat dat misschien de, de, de truc is. Maar ik vind het wel bijzonder. Kan je eens een paar voorbeelden geven hoe we, hoe we blessurepreventie, preventie hetzij bij de jeugd, bij de groeisport, hetzij bij de topsport. leuker, interessanter kunnen maken? Wat, wat kunnen mensen uit deze zaal vanavond concreet morgen gaan doen? Nou ja, uh, het begint er in ieder geval al mee dat je eens weer goed kijkt naar degene die tegenover je zit. Wat heeft hij of zij nodig? Dus als er een enorm uh, uh, balbeest is, hè, die alles met die bal wil doen. Ga dan gewoon ook met die bal aan de slag. En denk niet van ja, nee, eerst nog even de boze bal, dus evenwicht. Nee, 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 zoveel mogelijk al meteen gaan kijken wat iemand leuk vindt. Want uh, dat is al lang gebleken: dat wat mensen volhouden zijn de zaken die ze leuk vinden. Het moet ook gevarieerd zijn. Hè. Elke dag hetzelfde gaat niet werken. Dus dat is belangrijk. En als je um, ook effecten wil hebben, ook centrale, mensen moeten blij worden van de activiteiten die ze doen. He, want je had eerder al over het biopsychosociaal model. Ik geef ik wel aan, op het moment dat ik blij word, he, word ik wel vrolijker. Maar dat heeft ook op fysiek vlak heeft het effect. En dan krijg ik de goede hormonen vrij. Uh, ik krijg mijn, mijn dopamine, waar ik een beetje spannend van word. En ik krijg mijn serotonine, waar ik een beetje blij van word. En er komen zelfs nog wel stofjes vrij die het brein nog een beetje sterker maken. Dus dat moet ik nastreven. Dus we zouden wat meer moeten doen met het blijbreingevoel. Ja, dit vind ik ook wel een lekkere die ik meeneem met deze avond, hoor. Dus als je, dat geldt zowel voor een training als dus voor een revalidatie of een preventieoefening. Als je het leuk vindt, ja. is het effectiever. Ja, het, ja. ja het, Fascinerend, ja, toch? Ja, grappig. Heb je volgens mij rondom de aflevering in placebo ook al, al wel eens verteld. Ja. Dus die, die relatie tussen brein en, en lichaam. Ik moet zeggen, ik herken het ook wel in het voorjaar 2024. Ik uh, bekondigde dit jaar aan, ik ga voor kort en hard. Ik merk eigenlijk al vrij snel dat ik dat helemaal niet zo leuk vind ja. uh, en dat ik veel meer plezier haal uit de, uit de lange trainingen en uit het gewoon het buiten zijn en het voorrecht om gewoon anderhalf uur door een, uh, een bos te draven met een podcast op. Ja, ja dat, dat is wel goed om ook voor onze luisteraar, voor iedereen, voor zichzelf even te ontdekken. Ja, waar doe ik dit ook alweer? Hè? Waar zit de lol? Ja, nee, absoluut. En dat, dat, kijk, dat van die Nordic hamstring curl. Die komt inderdaad heel vaak naar voren. Heeft De hele wetenschap is ontzettend bezig geweest van, nou, wat zijn nou echt goede oefeningen? Alleen dan, uh, ja, de voetballers, ook de, de, de toppers, willen er gewoon niet aan. We denken, ja, nou is het helemaal niet relevant of nu niet of noem maar op. Ja, en daar denk ik dat, ja, die afstand wetenschap-praktijk, ja, die, uh, die, die, die moet kleiner worden. En dat is denk ik de uitdaging voor alle ASM instructeurs sowieso en uh, trainers, coaches. Om daar na te denken, ja, zijn er zijn andere manieren dan om zo'n hamstring curl uit te voeren. Moet dat per se op de manier waarop die wetenschappers het bedacht hebben? Nee, dus dat, dat laat uh, Edwin ook wel duidelijk naar voren komen. Ja, en dat, uh, dat is denk ik het mooie ook van dit soort bijeenkomsten je uitgedraagd worden, creatief van oké. Okay. En, en, en vind ik ook wat Edwin zei: ja, kijk even in de ogen. Kijk eens goed naar degene die je voor je hebt. En, en vraag je af wat vindt die leuk? En moet ik ook weer denken, inderdaad, hij, hij noemt het biopsychosociale model, kwam je ook al mee. We kunnen alles meten tegenwoordig. Was ook een beetje in de stellingen naar voren van ja, iemand moet je de fitheid meten, et cetera. En hij zei ja al die brei aan data, mensen hebben natuurlijk uh, bandjes tegenwoordig om, moeten dingen invullen. En nog steeds zegt hij ja, er zijn eigenlijk bij het Nederlands helft al een paar dingen waar we naar kijken. Of uh, en dat is puur van uh, één daarvan is gewoon belangrijk. Gewoon een blik in de ogen van ja straalt iemand of heeft hij een doffe blik? Nou, dat zegt eigenlijk al genoeg over. Nou, daar hebben we het erover die die neurocognitieve reserve op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk, en dat moet denk ik voor iedereen gelden, van waar, waar worden, nou ja, kinderen die je lesgeeft, uh, memmels die je laat trainen, waar merk je van, hé, hey, daar krijgen ze energie van, daar hebben ze zin in. Uh, en laat, laat mensen ook, ook zelf gewoon een, een, een stem daarin hebben natuurlijk. Hè. En niet gewoon, je moet dit doen, want het is goed voor je. Nee, laat mensen zelf zeggen, nou, dit zijn de verschillende opties. Nou, en eens kijken van wat vind jij? Uh, wat past bij jou? Het is die, die ene vraag. Hè. Ik heb, we hebben het hier vaak over de HRV voor training-app mm -hmm. uh, gehad. Ook ben je klaar om uh, ben je belastbaar? Ja. Maar eigenlijk valt alles samen in die ene vraag. Heb je zin om te Precies. trainen? Ja. En ik moet wel zeggen, als onervaren atleet een aantal jaar geleden vond ik die heel tricky. Want trainen doet ook pijn. Zeker ja. als, je, als je net van de pank af bent, dan is dat helemaal, is dat nog helemaal niet leuk? Dus dan heb je natuurlijk ook een soort externe stok of zweep of uh, weet ik veel beloning nodig om dat aan te gaan. Motivatie voor ja. een evenement. Nu, ik denk dat ik nu een jaar of zeven, acht wat serieuzer aan het trainen ben. Ben ik ook wel, ken ik mijn lichaam en mijn geest zo goed dat ik, dat ik echt wel herken wat het verschil is tussen. Brrr, moet even ergens doorheen en echt geen ja. zin hebben om te trainen. Ja. En ik heb toevallig van de week, was ik met iemand aan het bellen, die benaderde mij en die wilde, die wilde ook van de bank af en een mooie lange trail gaan doen. En die zei hoe moet ik dat aanpakken? En zei ik ook, ja, het is heus niet zo moeilijk om een trainingsschema te downloaden. Dat is allemaal. Maar wat je moet gaan, meteen moet gaan inrichten is dat je ook de, de achterkant het, het valluik hebt, dat als je te vermoeid, ja. te overbelast weet ik veel wordt, dat je de, op tijd de alarmbel hebt om het Terug te kunnen schalen, want anders, en dat heeft Jan de Jong ook mooi verteld, ja, dan train je vanzelf de blessure in. Ja. Uh, en da dat willen we natuurlijk allemaal niet. Leuk maken, zeg jij. Een van de manieren waarop ASM dat doet, is ook door het inrichten van de omgeving. Zij hebben een heel kleurrijk concept van gymzalen. Uh, dat revalidatiecentrum waar jij bent geweest bij de KVB, ja. maar ook steeds meer een zogenaamde ASM Skills Garden. Zijn zij in verschillende gemeentes in, uh, in Nederland aan het inrichten en zo'n soort nou ja, een sportplein, maar dan anders en een stuk vrolijker. Dus ik heb ook eens uh, aan René Wormhout gevraagd van goh, die ASM Skills Garden, wat is dat? Hoe werkt dat? En hoe brengt dat? Zeker deze moeilijke doelgroep van hmm. meiden in de adolescentie, die misschien wel helemaal niet meer willen sporten, toch in beweging. Ja, een skills garden is een concept waarin vijf ontwerpprincipes plaatsvinden. Allereerst moet er veelzijdig bewogen kunnen worden. En weliswaar veelzijdig op een manier dat er nog heel veel laagjes binnen zo'n grondvorm mogelijk zijn. Daarnaast is Dat is er... dus iets anders dan een voetbalveld of een basketbalveld, waarin je zegt, daar doen we één spelletje. Ja, ja het, het, het ontwerp is niet gericht op... Alleen maar sport, maar het ontwerp is gericht op vaardigheden en spel. Nou, en dat, uh, dat was voor mij even een haakje om een vraag te beantwoorden: uh, moeten we niet veel meer gaan spelen in plaats van sporten? Uh, ik denk dat die twee allebei een plek uh, kunnen krijgen. In ieder geval binnen het ontwerp van de Skills Garden uh, heb ik het haakje of even de relatie gelegd naar tienermeiden. Vanuit uh, studies weten wij dat tienermeiden uh, minder sporten dan tienerjongens. En uh, waar hebben die tienermeiden dan behoefte aan? Nou, in ieder geval, niet aan sport, blijkt. Zij hebben geen behoefte aan een voetbalveld of een basketbalveld of een tennisveld. Zij hebben behoefte om daar vaardigheden te kunnen doen. Om daar ook een plek te kunnen hebben om creatief te zijn. Om te communiceren met elkaar. Om, om samen te zijn. En uh, beweegvormen als dansen of uh, expressieve vormen. Of, uh, 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 Skieleren, uh, rolschaatsen, uh, volleyballen met vakken. Dat, dat is meer waar zij zich prettig bij voelen. En de Skills Garden leent ze er goed voor, omdat wij ook heel sterk rekening houden met zichtlijnen uh, en licht. Waardoor het ook een meer veilige plek is om te zijn. Je ja, neemt mij en mijn dochter van 13 eens mee naar zo'n Skills Garden. Wat treft zij daar aan dat zij begint te dansen? Ja, dan, dan tref jij uh, vakken en uh, diverse kleuren aan die jou uh, triggeren om opdrachten te geven. Hè. Daar staan, daar naartoe springen, op geel uh, dubbelpas en op rood uh, handen omhoog, etc. Uh, de muziek uh, staat aan en vervolgens is er ook de ruimte voor heel veel meisjes om aan de kant te zitten... en daar te kijken en te zien wat er gebeurt. En dat betekent ook dat... Als er door partijen wordt gevoetbald of gebasketbald dat het niet zo kan zijn dat, uh, dat de Skills Garden vervolgens bezet is. Hè? Dus dat uh, de organisatievormen het niet toelaten dat er andere vaardigheden, skills. Uh, uh, organisatievormen mogelijk zijn. En dat uh, werkt heel erg goed. Net zo goed als in de gymzaal er heel vaak gekeken wordt... kan ik het in drieën delen voor verschillende groepen... Uh, een, om het een plek te geven. Dat noemen ze dan organisatievormen. Ja, op een skills garden zijn wel honderd plekken... waar je actief kan zijn... Ja, je krijgt bijna zin in om ja. zelf even in rond te lopen. Ja, we hebben er, we hebben er ook eentje gezien. hè ja, in Amsterdam zijn ja, we bij de zeker. opening geweest. Ja, en dat is het. Uh... Ja, je, je, je wordt meteen uitgenodigd en verleid om gewoon iets te gaan doen. Ja. Ik weet, wij aan te gaan te hangen ergens op te klimmen, pingpongte op ja. zo'n hele moeilijke tafel. Moest moest een beetje denken aan, aan mijn ja toch mijn jeugd vroeger. Ja, ik heb echt geluk gehad. Wij konden om de tuin heen, weet ik nog, dat we in de in de zomer legden we dan vaak een circuitje aan en dan deed een soort steeple chase, want we hadden een badje opstaan. En uh, dan was het heel makkelijk om daar nog wat, wat hordes neer te zetten. Nou, de pingpongtafel stond ergens, et cetera. Ja, en eigenlijk waren we dan, dan gingen we gewoon stippeltjezen. Ja, en, en, ja dat, dat is eigenlijk, dat beeld heb ik ook wel een beetje bij zo'n zo skills garden. Van je komt er en je denkt, hé, hey, hey, wat is dit? Nou, gaan we dat eens proberen. Wat? En, en daar gaat het eigenlijk om dat je op, ja, een soort, ja, uh, naar het individu prikkeld, uitnodigt van om iets te zoeken waar hij of zij denkt van... hé, hey, dit wil ik wel eens uitproberen. En, um... Ja, exact. Uh, René vertelde ook dat er steeds meer gemeenten in Nederland overgaan... tot het aanleggen van dit soort uh, ja. gardens. En ik kan me voorstellen als je nu luistert of kijkt en je bent nieuwsgierig... dan neem vooral contact eens even op met de ASM... om te kijken of dat in jouw gemeente ook kan en wat daarvoor nodig is. Um, en ik voel ook toch even nog een keer de behoefte om te zeggen: we hebben het over jongens en meisjes en verschillen. En ook als ik net naar René luister, het zijn natuurlijk generalisaties en stereotypen. Dat is een crow. Uh, maar in de gemene deler en in het onderzoek zitten daar in ieder geval cohorten, groepen, uitslagen. En verder uh, zitten daar natuurlijk ook veel individuele verschillen. Hey, dan hebben we zo'n skills garden in het dorp. En dan is natuurlijk de vraag: oké. Okay, maar hoe krijgen we die jeugd daar aan? Want dat is toch uiteindelijk de gemene delen waar iedereen wel mee bleef zitten. Ja, oké, okay, ik snap het wel. Leuker maken, varieert bewegen. Uh, vanaf jongs af aan al. We gaan zo nog even luisteren naar de Bonsarts, Hoe je ook de memmel aan de koor oefeningen krijgt. Maar ik vroeg ook aan Gregory. Gregory, heb jij nou nog ideeën, inzichten, manieren gezien... over hoe we die moeilijke doelgroep toch aan het bewegen krijgen? Dus zijn gamification is een hele belangrijke ontwikkeling. Uh, denk aan Pokémon. Uh, is Pokémon Go? Uh, hoe kunnen we van, van het telefoontje iets, iets, een, een spelelement toevoegen... dat kinderen toch gaan bewegen? Uh, dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest. En, en nog steeds gaande. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Nintendo Wii en dat soort zaken. Als we echt kijken naar uh, de hardware, bijvoorbeeld op straat... of naar andere zaken, hè, van hoe, hoe krijgen we die kids van de banken... hoe krijgen we ze aan het uh, bewegen? Dan is een, een, een hele belangrijke ontwikkeling dat je tegenwoordig al via de app kan kijken wat er allemaal in de buurt is. Zo is er bijvoorbeeld een app InfiPlay. Dan kun je eigenlijk kijken wat is er. Ik wil tussen zes en zeven met mijn vriendjes wil ik lekker voetballen of een lesje pakken. Je kijkt op de app. Je schuift je in. Soms kost het niks, soms kost het een eurotje of mee te doen. Wat ik er eigenlijk mee probeer te zeggen is dat heel veel kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 13 en de 18 jaar in hun eigen tijd willen sporten. En niet meer verbonden zijn aan de vereniging waarbij je tussen 6 en 7 elke woensdag of elke vrijdag moet trainen en in het weekend een wedstrijd spelen. En als je niet komt, dan zit je vaak ook nog op de bank. Hè? Dus er zit ook nog een consequentie aan. Je verliest dus een hele grote groep uh, kinderen in die leeftijdscategorie, omdat er heel veel die gaan studeren, die gaan werken. Dat is allemaal heel logisch. Moet je kinderen dan nog verplichten om op die vereniging te komen en elke maandag, woensdag of vrijdag uh, te komen, of gaan ze sporten in hun eigen eigen tijd? Veel meer faciliteren aan de behoeften die er tegenwoordig speelt. Ja, over sportonderzoek en innovatie gaat onze podcast. Ja. Leuke innovaties. Ja. Uh, dank Gregory voor het delen. En toch zit ik te luisteren en dan denk ik: ja, dus eigenlijk schrijft hij hier een soort van de sportvereniging ten dode op. Wij zijn ook lid van een nieuwe vereniging. En als ik dan kijk afgelopen winter, uh, dan kunnen we binnen fietsen. Dat kan ik de hele week doen ja. in het moment. Maar het is toch extra leuk om op dinsdagavond om acht uur... met anderen binnen ja. te fietsen. Dus, en dat, dat ontkent Gregory ook niet hoor. Maar op een of andere manier... Dat sociale, die sociale component erin houden. En die, die, die toch een beetje die druk van... ja, je kan ja. iedere moment... maar we doen het op dinsdag om acht uur. Maar dat, kan, dat, dat is dus het mooie... Dus toch aan, aan apps tegenwoordig en, uh, en games. Dat je op die manier... ja, wel... Uh, ja iedereen denkt natuurlijk... Ja, je zit helemaal opgesloten in je mobiel... of in, uh, op je telefoontje, maar... Dat hoeft dus niet op deze manier, zoals ze aangeeft. Je kan hem ook nuttig inzetten om juist met anderen iets te doen. Of daadwerkelijk af te spreken met elkaar op zo'n koord of bij een vereniging. Of zoals jij doet bij het Zwiften natuurlijk. Ja, ja en dat, uh, ja, goed. dat is ook zoiets van... We kunnen wel allemaal zeggen, nee, weg met die mobieltjes en de, de kwaad van alles. Ja, dat is het, zo, zo simpel is het gewoon niet. Nee, niet. En Je kunt nee. er ook goede dingen mee. Uh, en dat, dit zijn wel, ja, wel interessante voorbeelden. Vind ik wel goede voorbeelden. Ja, ja. precies. Misschien uh, gaan we wel ontdekken wat ik al eerder zei. Als ik kijk naar Sophie, die neemt de telefoon al niet eens mee naar school. Nogmaals, ik denk ook niet dat Sophie een model een nee. puber of een tiener is. Want ik ken heel veel verhalen van ouders ja, met tieners die er helemaal aan mee vergroeid zijn. Ja, maar goed, lang van kort. Ik wil maar zeggen, de volgende generatie gaat misschien alweer een stuk gezonder... Met zo'n apparaat om, dan wij, de mensen die de afgelopen tien jaar aan dat apparaat verslingerd zijn. Laten we het hopen, want uh, ja, wat, wat, wat Edwin ook wel uh, schetste, was uh, dat voorbeeld van hoe, hoe noemt hij de, uh, de. Ja, de evolutie van de mensen, ja. dat we langzaam weer helemaal krom groeien, Precies, omdat we ja, helemaal ja. in dat apparaat. Uh, en dan met een laptop, voorbeeld telefoon. Van, ja, hoeveel ja. gewicht je eigenlijk op je nek of op je schouders draagt. Hè? Uh, door de manier waarop we nu continu ja op dat mobieltje kijken, en uh, ja, dat is natuurlijk uh, je, je denkt dat is overdreven. Het, het text neck syndroom had hij ja, het over, ik heb ja. het even opgezocht, maar ja, ik denk dat uh, ja, dat helaas dat. Nou ja, uh, we die kant wel op gaan. Of, uh, als ja. we niks ja, ja. er aan doen. Ja. Um, ik moet wel zeggen, textneck syndroom hoorde ik tien jaar geleden al ja, over ja. op het fysiotherapeutencongres. Ja. Tip die ik daar kreeg: mijn dochter was toen natuurlijk drie. Als je ze iPad laat kijken, laat ze af en toe ook eens op hun buik ja. gaan liggen kijken. Dan hebben ze in ieder geval weer die nek de andere kant op. Dus ja. dat uh, hebben wij ja, uh, maar toen dat, meteen dat is precies wat toegepast. toen ook zei: we zijn eigenlijk gewoon viervoeters. Ja. En dat. Uh, en, en nou ja, de, zeiden ja, dus het, het tijgeren wat, wat de mensen in uh, de militairen nog af en toe doen of zo, is ook af en toe goed om te blijven doen. In, uh, in, Precies, uh, veel meer op handen en voeten ja, werken. Ja. Kortom, uh, uiteindelijk zei ik tegen Edwin: uh, Leuk dat je dat allemaal leuk wil maken. Uh, core oefeningen, hoe gaan we dat doen? Ga ik je zo laten horen, maar toch eerst even uitleggen. De volgende Master of Movement bijeenkomst is op vrijdag 14 juni mm -hmm. en er is iets nieuws. Want trouwe luisteraars, die hebben wellicht geleerd dat wij altijd zeiden, ja, dit is alleen voor mensen die de opleiding hebben gevolgd. En dit is een soort alumni-netwerk bijeenkomsten. Maar mede door onder andere misschien wel jouw positieve reacties op deze podcast, hebben ze bij ASM toch ook ingezien. Wacht even, dit zijn gewoon avonden die hartstikke interessant zijn voor een veel bredere doelgroep. Dus sinds dit jaar zijn de Masters of Movement bijeenkomsten open voor iedereen. Of je nou wel of niet al de opleiding hebt gevolgd. Dus mocht je het interessant vinden om die bij te wonen, er zijn er vier per jaar. We hebben er nu één gehad, er zijn er nog drie. Nog één in september. Nou, ik weet de data ja, niet uit. September en, hoofd. December, en één ja. in december. Ja. Dus uh, ga vooral eens even kijken op de website van het ASM. Zoek op Master of Movement. En wellicht zien we jou dan ook wel in levende lijven... op de volgende bijeenkomst. Uh, die weet je uit hoofd je waar die over gaat? Uh, ja, play volgens mij. Oh, ja. Can Canadees, uh, Structural play. Ja. Toch om ook weer meer handvatten te geven. We zeggen hier het belang van spelen. Ja. En we moeten het spelende wijs doen. Maar hoe doe je dat mm -hmm. nou? In ja. een revalidatiesetting, in een schoolsetting of in een sportverenigingsetting. Ja. Dus uh, hartstikke boeiend en interessant. Um, mocht je willen reageren op deze uitzending, dan kan dat op een aantal manieren. Wij zijn de @slimmerpodcast Podcast op Instagram en we zijn de Slimmer Presteren Podcast op LinkedIn. Ga ze vooral even volgen, dan weet je meteen wanneer de volgende aflevering uitkomt. Wij zijn uh, de www.slimmerpodcast.nl is onze website. Daar kun je van iedere aflevering een eigen pagina vinden. Ook van deze. Dus ken je mensen ofwel in het ASM-netwerk, ofwel mensen voor wie de ASM-bijeenkomsten. Of opleiding interessant kan zijn, pak de aflevering, stuur hem naar ze door. Of mail ons met al jouw specifieke vragen, opmerkingen, aanvullingen en uh, suggesties voor onderwerpen via post slimmerpodcast.nl. Jurgen, dan zijn we er doorheen voor deze week. Volgende week gaan we weer op weg naar Parijs. Vorige ja. week had ik het even niet paraat, maar we gaan volgende week praten over innovaties in het zwemmen. Klopt. Met de mannen van het Inno Sportlab in Eindhoven. Maar nu eerst ga ik maar eens zo op de mat liggen om uh, mijn koorafde, af, uh, oefeningen te doen. Of ga ik in de auto zitten. We gaan eruit met de laatste tip van bondse Edwin Goethart over hoe ik als memmel misschien mijn oefeningen kan doen. Jurgen, tot volgende week. Tot volgende week. Dan heb ik tot slot een hele mooie praktische vraag voor mezelf. Ik ben een middle-aged man in Lycra die veel hard loopt en triathlon en wielrent. En weet dat hij wat aan zijn buikspieren moet doen. Ik haat planken. Ik krijg het niet voor mekaar om iedere ochtend uh, sit-ups te doen. Met ik veel. Hoe maak ik mijn core stability oefeningen leuk? Ja, Hij van klussen of niet? Matig? Ja, kijk, als je namelijk op een ladder gaat staan of een trap gaat staan of dat soort dingen en, en, en je dakplatanen gaat snoeien, weet je wel. Maar dan ga je namelijk ook al core stability trainen op het moment dat je op zo'n ladder staat. Boven je hoofd werken? Ja, juist, of gewoon, weet je wel, binnen gevarieerd. Nee, kijk, uh, um, uh, dat wat beklijft, is dat wat je regelmatig doet. Ik heb ook al eens gezegd: Kijk, sport is niet gezond, maar bewegen is gezond. En sport is een vorm van bewegen die ook heel leuk kan zijn. Maar ik heb liever dat mensen regelmatig naar hun werk fietsen, dat ze op zaterdag als een soort melood keihard door de duinen heen gaan lopen rennen. En denken: Zo ben ik er even lekker sportief bezig. Nee, het gaat er juist om dat je het regelmatig doet. En dat geldt ook voor je romstabiliteit. Zit je veel in de auto of niet? Ja, wel eens, een paar okay, keer per week. Paar keer per week. Nou, weet je wat je dan kan doen? Dan moet je eigenlijk een beetje, je, je, uh, dan ga je van je stoel af. Dus je gaat rechtop zitten in je stoel. Dan niet als een soort oud-dametje wat zo op het stuur zit, hè? maar gewoon rechtop. Dat je dus echt je spieren aan moet spannen. En ik ga je al zeggen: op het moment dat je de bocht omgaat en in de stad zit, ben je enorm je core aan het trainen. Nou ja, kost geen extra tijd. Het is nog grappiger ook, want je denkt, nou, dat is weer, ik ben lekker bezig. Het haakt in ieder geval je autorietje wat luxe. En het is iets wat je dus regelmatig kunt doen, geen extra tijd kost en toch goed is voor je fiets en je hardloopactiviteiten.